Hallo leuke lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vrouwenreservoir Vincent. We gaan weer lekker de weg op. Nou ja, dat hoop ik. We hebben vorige keer een boete gekregen van 1200 euro. Drie boetes in één. We rijden de nacht en tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben jouw adviseur. Met een goede beur, Vincent Chauffeur. Zo, en we zitten meteen lekker spooky dark op de weg. En nachtrijden hoort erbij bij een vrachtwagenchauffeur. Dat weten we uit de vorige afleveringen. Ik heb heel vaak, heb ik trouwens de laatste tijd, dat ik in de nacht rijd. En ja, het heeft niet echt voordelen, maar het heeft ook niet echt nadelen. Het nadeel is dat je geen moer ziet. En het voordeel ervan is dat je heerlijke rust hebt op de weg. Want ik heb het gevoel dat er 's nachts minder mensen rijden. Ja, dan overdag. Maar ook al hebben we in de vorige aflevering best wel veel drukte gezien op de weg. Het was echt aardig druk. En ja, het is nou weer lekker rustig. Ik heb heerlijk, het is een gevoel dat de hele weg voor jou alleen is. Zo. Ik heb je even schoongemaakt. Je had net een lekkere dikke vinger over jouw voorhoofd gekregen, net van mij. En ik heb cruise control. Ik weet niet wat het inhoudt. Maar ik denk dat ik dan mijn gas niet hoef in te drukken. Maar ja, dat heb ik nu gedaan. En ik heb het gevoel dat ik... Het is echt freaking donker, jongens. Het is echt heel vervelend. Kan ik trouwens gas bijgeven? Proberen hoor, jongens. Want ik heb cruise control heb ik aangedaan. Maar dat zou wel fijn zijn. Want als ik cruise control aandoe, hoef ik niet altijd het gaspedaal ingedrukt te houden. Niet dat het erg is. Hallo meneer de kleine auto. Hallo. Wat grappig. We zitten met z'n tweeën. Ik ga hem inhalen, jongens. Let op. Ik ga hem zeker weten inhalen. Let op. Oh my god. Ja, heb ik hem ingehaald? Ik weet niet. Ik zie helemaal niks. Het is gewoon echt pikken. Oh. Wacht. Ik probeer hem in te halen, jongens. Maar mijn truck gaat niet harder. Wat is dit? Nou, hij gaat niet harder of zo. Ik moet echt een berg af om wil ik harder gaan. Jeetje, jongens. Echt pikken donker. Ik wou dat het een autosimulator werd. Maar dan precies op dezelfde baan. Dat leek me ook vet. Maar ja, dan maak het... Het is natuurlijk Eurotruck Simulator. Het is natuurlijk... Ja, het gaat over trucks. Maar ik zou het wel vet vinden als ik in die auto zat daar. En anders moet je naar de andere serie kijken. City Car Driving Simulator. Pech op de weg. En daar zit ik dus in een auto. Het spel is daarentegen niet zo heel groot. Ik zou eventueel even moeten kijken of er nog mods of patches uitkomen. Dat de map wat groter wordt. Maar dat ziet op zich wel heel realistisch uit. En ook het rijden is heel apart. Omdat ja, wanneer je zeg maar het gaspedaal ook echt daadwerkelijk minder hard indrukt, ga je ook minder hard. Dus dat is best wel apart. Wat meer realistischer dan dit spel. Maar dit spel vind ik weer sterker en groter in elkaar zit. Omdat je... Ik heb in de comments gelezen van jullie. En echt ongelooflijk veel opties heb je. Wat ik echt dacht van... Meen je dit? Kan dit gewoon in deze game? Echt bizar. Kijk, cruise control doe ik nu aan. En dan hoop ik dat hij de tempo blijft houden. 96 km per uur. Is op zich wel een aardige snelheid. En we gaan zo een scherpe bocht maken naar een scherpe bocht. Het is een beetje een flauwe bocht. Voor mij noem je zoiets een flauwe bocht. Ja, dit is zeker een flauwe bocht. Nou, ja, dit is zeker wel een flauwe bocht. En inderdaad, ik had gelogen over van dat er waarschijnlijk geen sterren kwamen. Maar er komen daadwerkelijk sterren aan de hemel. Ontzettend mooi gedaan. Het is nou al bijna 11 uur 's avonds. S'nachts mag ik het eigenlijk al noemen, hè. Het is eigenlijk 11 uur 's na. Wanneer is het 's nachts? Na 12 uur, toch? Maar dat weet ik even niet meer. Voor mij is het gewoon 's nachts. Voor mij, ik vind dit al eigenlijk 's nachts. Ja. Rond 8 uur vind ik het al een beetje nacht worden, vind ik. Maar dat komt natuurlijk door omdat het donker wordt. Kijk, en hier hebben we eindelijk licht, jongens. Nou zien we eindelijk een beetje dat op een snelweg... Ja, we zagen elke keer wat dat op een snelweg zaten. Hé, maar die cruise control werkt wel lekker, jongens. Ik hoef alleen maar te sturen. Heerlijk. Dan kan ik even nog kijken naar mijn e-mail. Heb ik e-mail? Ik heb al schade. Ja, heerlijk. Even niezen. Als die haartjes jeuken in je neus gaat, dan ben je de klos. Nou, we moeten hier naar voren. We kunnen naar een tukje doen, maar ik heb al geniezen, dus dat is goed. We worden verwacht op donderdag tussen
donderdag 10:45 tot 6 uur. En we hebben nog resterende tijd. We hebben nog 18 uur over om daar te komen. Nou, dat moet ons denk ik wel gaan lukken. We zijn aardig goed op weg. We zitten nog steeds op de hoofdweg. En we gaan richting Italië. En ik heb niet zoveel met Italië. Ik weet dat Assassin's Creed volgens mij, weet ik niet 100% zeker, maar volgens mij was Assassin's Creed voor een deel in Italië. Maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij wel. Zie de maan schijnt door de bomen. Ik zie hem echt schijnen. Het is het avondje van Sinterklaasje. Ik rij op een vrachtwagen. Nou, het is wel echt relaxed dit, jongens. Dit is echt een makkelijke vracht, dit. Vind je niet? Ik moet even iets verzinnen, jongens. Waar zullen we het over hebben? We hebben het over de paashaas. De paashaas is een dier. Want mensen denken dat het een konijn is, maar het is eigenlijk een beer in een konijnenpak. En niemand wist dat. De paashaas levert elke jaar 280.000 eieren tot 350.000 eieren. Dus het kan ertussen zitten. Ik moet hier trouwens naar rechts. En dan moeten we cruise control even uitzetten. Zodat ik het even kan overnemen. En de paashaas is dus een zoogdier. Eigenlijk een beer. En hij komt dus enkel met Pasen. Komt hij één keer langs en dan verstopt hij zijn eieren door heel het land. Ja, dat is een beetje de functie van de paashaas. Jongens, dat in het nachtrij is best wel creepy, joh. Echt heel creepy. Rij door, zondag rijden. Zondag rijden! Waarom vervelende zondagsrijders? Ik ga volgende keer aan mijn baas vragen of hij een kleinere vracht heeft. Want dit is, jongens, echt. En sowieso niet in de nacht. Ik denk dat ik. Of ik neem ontslag. Nee, dat kan ik niet maken. Ik moet geld verdienen. Wat nou als ik. Wacht, ik weet het goed gemaakt. Ik ga mijn baas een voorstel doen. Ik zeg van. Baas. Hier bij 100. En dan zeg ik van. Mag ik alsjeblieft alleen nog maar overdag werk doen? En dan zegt hij van. Ja, dan moet je niet van die lange vrachten doen. Want dat hou je nooit binnen een hele dag. Dan moet je gewoon in de nacht rijden. Ik weet het. Nou ja, we hebben nog 5 uur resterend, jongens. En mijn snelheid gaat weer dalen. Terwijl ik het gaspedaal keihard indrukt. En ik zie daar in de verte een benzinestationnetje. Want voor de rest zie ik alleen maar weg en auto's. En ik snap niet wat die mensen doen. Die komen misschien ook wel voor de werken. Oh, die gaat tanken. Nou, wij hoeven nog net niet te tanken. Ik weet niet of we het halen, de tank. En ik zag net een hele leuke auto. Zo'n Beetle. Weet je wel, zo'n Beetle-auto? Dat is zo'n soort van ronde auto is dat. Dat is best wel apart. Een kevertje. Een Beetle is natuurlijk een kever, hè? Dat weten jullie, hè? Dus ja, de Beatles, de popgroep, dat heet eigenlijk de kevers. Heel raar, hè? Sowieso als je Engels gaat vertalen in Nederlands, dat is zo vreemd. Houd gewoon lekker op de Beatles. En niet de kevers. Jongens, we gaan naar de kevers. Ja! Dat klinkt heel raar. Hé, schat. Waarom niet meer schat? Ja, omdat jij begon met schat. Nou ja, goed, schat. Luister even, schat. Wat is een schat? Noem maar geen schat. Ja, maar jij noemt me schat. Oké, schat. Luister goed, schat. Ik zal geen schat meer noemen. Oké, schat. Houd op met schat. Oké, jij daar. Ja, schat. Nee, ik zei jij daar, dus jij mag geen schat meer zeggen. Schat, ik heb. Laat mij gewoon uitpraten even. Schat, ik heb 3 cd's gekocht van de kevers. Oh, echt waar? Heb jij 3 cd's gekocht van de kevers? De enige echte kevers? Ja, schat. Oké, schat. Dankjewel, schat. Geef niet, schat. Maakt niet uit, schat. Volgende keer weer, schat? Ja, schat. Doe ik volgende keer weer, schat. Oké, schat. Kevers cd's. Ik heb een kevers cd. Ik heb hier een kever, maar ik weet niet of ik hem kan pakken. Moment. Zie je het? Oh, lalala. Ik kan hem niet. De kevers. Dit is een cd. En de cd is eigenlijk een special edition, want er zit ook een boekje bij. En. Verdomme, jongens! En. Ja, de kevers. De Beatles zijn natuurlijk al mijn favoriet. Dat weet je van vroeger. Achter mij hing niet het doek. Maar toen hingen de Beatles, de kevers posters er. En die zijn nu vervangen door een groot, leuk zwart doek. Ja. Jongens. Ik zie nou helemaal geen maan meer. Geen lantaarnpaal. Kijk, als ik mijn licht uitdoe, zie je gewoon niks. Je ziet gewoon helemaal niks. Kijk maar.
creepy, hoor. Dan moet je gewoon, en dan moet je echt op je TomTom kijken eigenlijk. Ik ben benieuwd of die batterij van die TomTom ook een keer uitgaat. Ik zie helemaal geen batterij of zo. Ik denk dat dat te realistisch zou worden. Oké, jongens, ik ga die cruise control aanzetten, want ik weet zeker, als we een bepaalde snelheid rijden, dan houdt hij die snelheid aan. En ik heb nu het gevoel dat hij gewoon niet harder gaat, zeg maar. Waarom gaat hij niet harder, jongens? Waarom zou deze truck niet harder gaan? Ik ga in de opties één keer kijken, jongens. Want ik ben het een beetje zat. Ik wil gewoon dat die truck harder gaat. Lekker ziekje. Gameplay? Nou, zeggen we... even kijken hoor. Begrenzen vrachtwagen. Oké, die doen we gewoon aan. En dan gaan we kijken of die daadwerkelijk harder gaat nu. Oké, daar gaan we. Kijk nou, het gaat veel harder nu in één keer. Zie je dat, jongens? Of ligt het aan mij? Ik weet niet of het aan mij ligt. Volgens mij ligt het... Volgens mij gaan we gewoon niet harder nu. Nee, volgens mij is dit de hardste. Oké, 86 keer met puur. Jongens, doe nou die TomTom. Of die dat ding. Oké, we gaan hier de bocht dadelijk om. Ik zie... we kunnen beter... Nou, ik neem de buitenbocht. Dus ik blijf op de linkerbaan. Schrok me dood. Oh my god. Ik schrok me dood. jongens. Ik wil niet meer van die lange vrachten maken, denk ik. En ik wil sowieso niet meer in de nacht rijden. Dat heb ik nu al in de gaten. Ik vind het waardeloos. Echt, ik ben er nu klaar mee. Elke keer in die nacht rijden, ik schrik me de dood elke keer. Oh, wat doen we, jongens? Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Trucks & Co. En bij deze aflevering gaan we eventjes dingen maken. Gaan we eventjes kijken hoe Vincent zijn vrachtwagen bestuurt. En we zijn er gewoon uitgekomen, denk ik. Ja, kijk eens, jongens. Wauw, dat zag er beter uit dan verwacht. Oh, shit. Bezoek meteen een werkplaats. Roep de wegenwacht. Ik denk dat ik de wegenwacht ga roepen dadelijk. Dat is wel leuk misschien, hè? Zullen we de wegenwacht roepen? Dat is wel gaaf, joh. Hebben we nog nooit gedaan. Gewoon puur, we moeten gewoon alles even een keer doen in het spel. Oké, laten we even zo'n plek zoeken dat we even rustig aan de zijkant van de weg kunnen wachten. Want, ja, dat moet je wel hebben natuurlijk, zo'n vluchtstrook eigenlijk, hè. De wegenwacht kun je vooral maar naar Innsbruck brengen. Dat kost 300 en de reis duurt 1 minuut en 10 minuten. De kosten zullen worden gedekt voor je werkgever. Oké, we doen het, jongens. Dat is wel een keer grappig om te doen. Naar de wegenwacht. Gewoon even naar de werkplaats. Innsbruck ontdekt. Je hebt een werving en selectie. Om de vrachtwagen te repareren. Aan te passen druk. Oh, dan moet je wel... Ik weet niet wat ik aan doen, jongens. Je werkgever zal het niet leuk vinden als je aan zijn vrachtwagen sleutelt. Dat is grappig, joh. Ik kan ook helemaal niks upgraden. Want die werkgever is gewoon hartstikke pokken eigenwijs. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Er staat helemaal niks bij mijn TomTom. Oh, kijk, daar hebben we weer wat. Ik hou van jou, TomTom. Want jij bent niet stom. Jij bent mijn TomTom. Yeah! Ja, wacht jij eens even, meneer de auto. Jij wacht maar eens even lekker. Achterlijke auto. Wat denkt hij wel niet? Zo. Daar heb je ervan, hè? Als je ruzie zoekt. Aanrijding? Wat doet hij dan tegen mij?
Ga dus weg, stomme auto. Ja, kom op, hé. Maar die auto heeft wel echt een aanvond van zijn leven gehad. Je komt thuis. Schat. Ja, schat. Nou, schat, moet je weten wat er is gebeurd? Nou, wat is er gebeurd? Kom een vrachtwagen bovenop me. Oh ja, joh. Ja. En, nou, die duwt me gewoon even gewoon... Ik zat gewoon op zijn kop. Maar ik had mijn gordel om, dus er gebeurde niks. Altijd veiligheid, hè. Veilig. Als je gordel om hebt, ben je veilig. Wat er ook gebeurt, altijd gordel om, ben je altijd veilig. En toen heeft die man... Heeft zoiets lief gedaan. Zoiets liefs, dat kan je gewoon... Heb ik mijn licht aan, jongens? Ja. Zoiets liefs heeft hij gedaan. Dat kan je gewoon niet omschrijven. Omschrijf het eens. Nou, hij heeft me weer helemaal netjes op de weg gezet. Hé, hey, dus ik heb eigenlijk een hele goede daad verricht, maar wel een boete van 400. Dus wat ik nou ga doen, als ik thuis kom, stuur ik die boete gewoon naar die man op. Die man was verkeerd. Denk ik. Nou, ik heb wel 4 boetes nu. En 4 keer 300. 400 euro is 1600 euro. Ik heb 1600 euro aan boetes, jongens. Dat is echt niet goed. Echt, ik zweer het je. Dat is niet goed. Nou, jongens, je mag hier 90. Kom op. Pompen hem. Als ik mijn eigen truc heb, jongen, dan ga ik sparen voor een engine, dat wil je niet weten. Keihard. Ik ga keihard door die game. Misschien is het wel een mod dat je extra geld kan verdienen of zo. Voor extra klusjes. Salzburg, München. Zitten we niet in Duitsland nu? Oh, een tunneltje. Oh, dat vind ik gaaf. Tunneltje. En het is, omdat we natuurlijk op die wegenwacht zijn, gaat het dadelijk weer gewoon weer dag worden. En dat vind ik wel fijn, want ik vind de dag is gewoon... Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lang van vrolijk zijn worden. Moet schijten de hele dag. Hey! En we gaan weer de snelweg op, zie ik. Want we gaan weer daar een hele scherpe bocht maken, zie ik in de verte. Ik kan het even inzoomen voor jullie. Kijk. Misschien is deze fijner. Deze is wat fijner, deze. We gaan het gewoon doen, jongens. De lantaarnpaal ging uit, zag je dat? Dat betekent, het is 4 uur, s'nachts. Ik snap sowieso niet waarom die lantaarnpaal nu uitgaan, want het is nog pikken donker op de weg. Maar goed, misschien is er een kabel kapot of zo. Nou, we moeten hier sowieso naar rechts. Dan gaan we deze bocht volgen. Heel rustig doen. Anders gaan we kanten namelijk. En hier gaan we naar links. En dan gaan we richting Verona. Verona. En dat is de plaats waar we inderdaad naartoe moeten. Verona. En dit ziet er heel schön uit dit weer hoor. Maar kijk, dit zit weer van die prachtige omgeving zit er weer. Dat vind ik eigenlijk wel heel vet dat we eigenlijk weer wat moois zien van de omgeving. En ik zie een mooie berglandschap om de verte. Kijk, dat vind ik prachtig om te zien dit. Dat vind ik heerlijk om te rijden. Alleen het is zo jammer dat die truck zo sloom gaat. Ik ga volgende keer toch kijken of ik ergens iets van een keuze kan maken uit een snelle truck of zo. Want dit is echt heel sloom. Ik denk sowieso dat ik bij de opties weer ga aanpassen. Even kijken of het automatische vertragen. Nou, dat moet ik dus niet hebben. Kans op regen heb ik hem uitgezet. Gebruik mijlen. Vermoeidheidssimulatie heb ik uitgedaan. Remsterkte. Nou, die is wel aardig op zich. Maar die moet ik... Ja, ik mag hem eigenlijk niet zo heel sterk doen. Want dan kan ik namelijk zachter remmen. Zo. Oké, we gaan weer een tunneltje in. Want dit is waarschijnlijk... Ja, dit is een berg. En we gaan onder de berg door en ik vind tunneltjes wel leuk. Ik ben hier namelijk nog nooit geweest. Ik denk dat waar we heen gaan, Venoma, hoe heet het ook weer? Nou, iets in die zin. Dat een nieuwe stad wordt die we gaan bezoeken in de mapkaart. Dan zijn we weer op een nieuwe plek geweest, nieuwe locatie. Dat is altijd fijn. En dit ziet er echt fantastisch mooi uit. Ik denk dat dit ook wel... Moet je kijken, jongens. Wauw. Dit is echt wel schön. En het wordt natuurlijk... Ja, het wordt dag. Het is nou 4:30. Het wordt nou een beetje lichter al. En dan komen daar de mooie wolkjes en de zon komt op. En die zou je eigenlijk nu moeten zien dat de zon achter de berg vandaan komt. Dat zou fantastisch zijn. Zo'n mooi zonnetje. Prachtig zonnetje. Oh, meneer de vrachtwagen. Oh my god, we moeten tol gaan betalen, jongens. Oh my god, jong.
top, het aluun! Dat betekent dat we nog minder geld kwijt. We gaan nog meer geld kwijtraken. Oké, okay. We gaan even netjes doen. Oké, okay, heel rustig rijden. Hier helemaal midden zo. En dit is de Italiaanse tol. En we gaan even een gesprekje met die mevrouw voeren. Of een meneer, wie zit eraan? Even kijken. Hallo meneer, of mevrouw. Ik zou heel graag de tol willen betalen. En ik zie dat je met Mastercard kan betalen en CSC. Oké, okay. We doen het. De werkgever betaalt het. $61. En we kunnen nu mooi... Shell! Kijk. Shell. Die heb ik gedownload. Gaaf. En dat betekent dat we nu voorbij de tol zijn. En dat was heel gaaf. En volgens mij is die tol volgens mij een nieuwe upgrade. Want ik heb namelijk wat gedownload. En dan kon je die functie krijgen. Dus ik weet niet of dit nou een nieuw gebied wordt. Of iets. Hè? Dat weet ik niet. Maar het ziet er wel echt ontzettend leuk uit. Want we zitten nou eindelijk in een nieuw gebied. En we gaan nog gewoon even deze hele ride afmaken. Deze hele vlucht naar Venoma. Of hoe heet dat nou? Ik ga het nu opzoeken, jongens. Verona. Ging niet Vermona, maar Verona. En met onze kaapsviooltjes. Prachtig, die bergen. Ik vind het echt prachtig. Sowieso heel leuk om te zien. Alleen die TNT-vrachtwagens, dat weten we nu gewoon. We hebben een oordeel. Die rijden gewoon zo verschrikkelijk sloom. Dat wil je schoonmoeder nog niet eens aandoen. Dat is verschrikkelijk, dit. Zelfs een schildpad is nog eerder bij Verona. Of hoe heet dat? Ben het weer kwijt? Verona, ja, ik zei het goed, Verona. Nou, hebben we nog een beetje, we hebben nog een beetje benzine. Of ik het haal? Ik denk het. Het zou wel grappig zijn als ik stil kom te staan, maar dan moet ik daar weer een wegenwacht komen. Dan word ik weer geteleporteerd naar een of andere buitenlandse plaats of zo. Nou, ik denk dat we daar even moeten tanken. En die kijk dan jongens, die vlaggen, die wapperen zo realistisch, jongens. Dat is echt vet om te zien. En deze omgeving ook, moet die bomen zien ook. Wat is dit vet gedaan? Oké, ik ga tanken, jongens. Je mag hier maar 30. Ik zal een beetje vaart verslomen. En hier gaan we tanken. Zo. Hier zo kunnen we tanken. Oké. Okay. Druk op E om me vol te laden. Houd er. Oké, okay, we gaan tanken. Heerlijk. We gaan gewoon heel die dingen vol. Heel die bak. Dan moet je kijken hoeveel liter er in zo'n vrachtwagen gaat, jongens. Dat is ongelooflijk. Hier de totaal prijs. Normaal tank je voor €50 of zo. Maar bij zo'n vrachtwagen tank je gelijk voor. Hier. Voor €1200. Nou, prachtig, jongens. €1200 aan tanken. Dat is bizar toch, als je erover nadenkt. De brandstofuitgave wordt gedekt door je werkgever. En kijk die mooie bankjes daar. Dan kan je lekker rusten. En die vind ik ontzettend mooie omgeving, jongens. Ik zou hier eigenlijk wel meer van die vrachten willen doen. Gaan we gewoon doen ook. Oké, dit is leuk. Als we ons een beetje aan de regels houden en het wordt licht. Dit ziet er gaaf uit. En die mooie schaduw ook. Ik zie altijd dat de zon van daar komt. Dat is volgens mij het noorden uit mijn hoofd. Weer een tol. Meen je dit, jongens? Weer een tol. Nou ja. Of was deze? Waar gaan we, jongens? Gaan we de links nemen? Ik vind het goed. Oké, gaan we weer een tol. Ongelooflijk. Begin van de tolweg. Bewaard kaartje. Oké. Is dit het begin van de tolweg? Of is dit het einde? Apart, joh. En die moet ook allemaal betalen, die mensen natuurlijk. Oké. Is dit de tolweg dan? Of is het nou het einde? Ik weet het niet meer, joh. Nou, ik heb in ieder geval getankt. We hebben een volle tank. En we hebben ook. Ik zie ook dat de bordjes zijn veranderd naar groen. En wat staat er op? Verona. Milano. Oh, dat komt bekend voor. Maar Verona ken ik niet. Ja, nu wel. En die mooie bergjes. Mooie omgeving, jongens. Nou, dit ziet er vet uit. En die mooie rotsen daar. En ik denk dat we bijna nog 2 uurtjes en dan zijn we er al, jongens.
Dus dit wordt nou echt heel snel. Alleen onze truc is zo sloom, ik kan er niks aan doen hoor. Ik hou hem heel hard ingedrukt. Maar wel even genieten van het uitzicht, want we gaan onder een bruggetje door en het ziet er allemaal zo verschrikkelijk leuk uit hier. Het is ook leuk dat de weg daar ophoudt hier links. Zie je op de mapkaart, zie je zo'n TomTom en houdt het gewoon op, zeg maar. Kijk, daar kan je ook gewoon niet heen. Gewoon afgezet. 100 kilometer. Ja, je mag hier 100 kilometer per uur. Nou, ik ga minstens 70. Nou ja, dat is wel aardig. Oh, kijk nou jongens. Oh, wauw. Dit is zo vet. Ik ga gelijk naar rechts. Kijk hoe gigantisch mooi, jongens. Gewoon helemaal een viaductachtig. Misschien... Ik ben benieuwd of hier water stroomt beneden. Vet. Kijk dan. Ik maak een printscreen. Zo. Dit is vet, jongens. Moet je kijken. Dat ziet er echt heel mooi uit, dit. Moet je kijken. En we gaan een hele bergtunnel in. Geweldig, dit. Dit is echt een... Hier hebben we naar uitgekeken gewoon weer, jongens. Ik had niet verwacht dat het zo vet zou worden. Prachtig gedaan. En een kerkje erbovenop. Oké, we gaan dus onder de tunnel. En waarschijnlijk hoort dit wel bij de tol, denk ik. En we hebben eindelijk weer een lekker vaartje. Ik hoop dat die erin houdt. Het vaartje. Ja, we hebben volle tank, hè. Dus heeft er niks mee te maken weer, natuurlijk. Ik weet het. Je ziet zelfs de lichtweerkaatsing in die weerspiegeling van die zijkanten. Zondagrijders. Kuch, kuch, kuch. Nou heb ik eindelijk een vaartje en dan ga ik mensen gewoon inhalen. Oh, kijk nou jongens. Kijk dan hoe mooi. Mooi plekje om te wonen. Moet je kijken. Zelfs op die berg wonen mensen. Wat gaaf. Oké, we gaan naar links. Links altijd inhalen. Weten jullie nu inmiddels. Jullie kunnen zo de weg op. Jullie volgen gewoon mijn serie. En dan kan je gewoon goed rijden. Het is sowieso vet om dit te zien, jongens. Ik heb wel eens filmpjes gekeken op internet van op YouTube van Truck Simulator. En dan had je ineens audiocommentaar bij. Dan gingen mensen gewoon rijden in die vrachtwagen. Ja, deze dan heel mooi. Natuurlijk heel netjes, want je moet elke keer concentreren waar je naartoe gaat. Nou, over het algemeen, ik weet het, het is natuurlijk wel een saai spel. Dat de boekjes eerlijk zeggen, maar omdat het juist... uniek is. Ik vind het een uniek spel. Vind ik het eigenlijk heel tof om dit te spelen. En zo gaan we ook 102 km per uur, jongens. Dat is voor mij een record in deze video's. En ik hou dit tempootje lekker aan. Ook al krijgen we daar een scherpe bocht en moeten we gelijk weer afremmen. Helaas. Helaas dit, jongens. Snelheidsboete. 550 km per uur. Wat daar gebeurde, kan ik even niet omschrijven, jongens. Oké, dat was echt... Ja, ik sta nergens meer van op te kijken, jongens. Ik ga over auto's heen. Ik raak op de kant. Het is echt... Ik sta nergens meer op te kijken. We zijn er bijna, jongens. Nog anderhalf uur en dan... Het is een lange video misschien. Maar ik heb hier geen tijd, dus ik weet niet hoe lang ik deze aflevering speel. Maar ik heb het gevoel dat dit een lange aflevering wordt. Maar ja. De keuze is jullie om hem af te kijken. Het lijkt me heel tof om juist af te kijken om te zien hoe Verona, hoe dat eruit ziet. Nou, ik zie daar links zie ik een heel leuk, wat is het, een lijkt net een kantoortje, weet je wel. Van die werknemers, die moeten daar dan verplicht even in, of een klein, misschien een kantoortje inderdaad. Kantoortje, hallo. En het wordt nou wel een beetje licht. Het is nou nog vroeg, maar het wordt bijna 7 uur. Het zonnetje moet nog komen. Ik zie nog wel wat sterren aan de hemel. En van die mooie dennenbomen. Oh, dennenboom. Oh, dennenboom. Wat zijn jouw takjes wonderschoon. Ik heb je laatst in bos zien staan. Toen zaten er geen peren aan. Oh, dennenboom. Hoor en de boom, logica van peren maakt me schoon.
En hier hebben we een weg, een beetje een zigzagwegje, zie ik. Een beetje een kronkel. En dan komt de auto weer naast ons links. De bekende vrachtwagen die de auto's vervoert. Maar ik moet uitkijken, want ik heb nou 5 boetes. Echt heel veel boetes. En dat betekent dat ik bijna aan 2100 euro aan boetes heb nu. Dat is echt verschrikkelijk slecht, jongens. Maar dan hoop ik dat een beetje dat men... Ja, dat ik wel een beetje wat krijg voor deze vrouw. Want het is wel een behoorlijk lange reis geweest. Voor 2 video's, jongens. We rijden op de A22, zie ik al in de verte. En de A22 is een heel aparte baan. Ik ben sowieso verbaasd over hoe ze dit hebben gedaan, het landschap. Echt fantastisch gaaf gedaan. En nog 42 minuten en 42 kilometer. Dat betekent dat we over 1 minuut 1 kilometer doen. En dat is best wel realistisch. Dat kan wel kloppen hoor, dat je als je een beetje doorrijdt. Nou jongens, nog 36 minuten, dan komen we aan bij het plaatje. Terwijl ik nog 1 lange weg zie. Maar je bent nieuwe. En Verona. Verona, hij was dat jongens. Verona, ja. Verona. Oké, ik vind het heel vet. Ik vond het een hele leuke aflevering, want ik vond ook dat ik eindelijk eens wat nieuws zag dan alleen maar hetzelfde gebied. Ik zie namelijk nu heel veel berglandschap, natuur, leuke prachtige gebouwen die op bergen staan. Huisjes vooral natuurlijk, geen gebouwen, huisjes eigenlijk. En de omgeving ziet er heel schön uit, heel schön. Oké, we gaan hier rechtsaf en dan gaan we richting een plaatje. We gaan natuurlijk even die zondes rijden, we hopen niet dat die naar rechts gaat. Mooi zo. Zonder rijden, schiet nou eens op. Oh, wat vervelende zondagsrijder. Zul je net zien dat hij heel de tijd ook naar links gaat daar. Ga maar naar links. Wat? Hij gaat gewoon de snelweg op. Oké, waarschijnlijk heeft hij verkeerd gereden. Maar ik ga hier naar links. Want wij zijn bijna, we hebben bijna die Kaapse viooltjes afgeleverd. We gaan nu Verona in. En dat betekent dat het smalle routes wordt. Ik ben echt benieuwd hoe het plaatje eruit ziet. Ik denk dat ik eigenlijk wel heel erg verbaasd word over hoe de... Want ik zie al oranje daakjes. Ik zie een kerkje in de verte. Ik ben echt heel benieuwd. Ik kan niet wachten, jongens. Laten we snel doorgassen. Niet te snel, want dan krijgen we weer boete. Oké. Rustig. Weer? Serieus, weer tol? Moet ik weer tol betalen? Elk plaatje heeft tol. Jeetje. Of moest je dat kaartje kopen om hier te laten zien? Ik ben benieuwd. Einde van de tolweg. Was dit de hele tolweg? Oh my god. 1 lange tol. Wauw. Maar ik zie al dat we het plaatje in kunnen. En volgens mij is dat plaatje heel erg klein. Als ik zie dat de weg maar... Het heeft voor mij maar 1 weg als ik het zo zie. Ik weet niet zeker. Nee, ja, het heeft niet zoveel wegen. Het heeft maar 1 weg. Oké, hier gaan we naar links. Verona, jongens. We zijn in Verona. En als het goed is, moeten we dadelijk een berichtje krijgen dat we Verona opnieuw hebben vrijgespeeld. Dat denk ik. Volgens mij zijn we niet eerder geweest hier, hoor. Kom me niet bekend voor. Met die tolwegen sowieso niet. Oh, wauw. Verona ontdekt. Kijk. En een groen licht ook. Nou, ik ben nu al verliefd op deze plaats. Ik ben nu al verliefd. Oké, de volgende moeten we naar rechts. Dus laten we even achter die zondagsrijder gaan hier. Het is groen hoor. Je mag doorrijden. En hier links moet het zijn. Rijden. Rijden. Mag ik voor? Mag ik voor? Nee, ga maar voor. Ga maar voor. Ga voor dan! Dan niet. Eigenwijs. En hier is Vet Express. En Vet Express, daar moeten we de bloemen aan leveren. Raar dat ze Kaapse viooltjes willen hebben op dit bedrijf. Oké. En we moeten helemaal even omrijden hier zo. Hele constructie zie je, joh. En daar, als het goed is, kunnen wij om te parkeren van de trailer op te slaan, levering voltooien. Oké, we gaan hier staan. We doen gewoon lekker schuin parkeren. YOLO. Kunnen we even netjes doen, toch? Zullen we even netjes doen, nu we toch zo netjes bezig zijn?
Ik wil even zien hoe dat eruit ziet, jongens. Want voor mij zag dat er best wel heel schön uit. Moment. Even kijken, even kijken. Oh, die klep staat gewoon open daar of zo, lekker net. Nou, we hebben... Even kijken, voor gewoon los om de trailer af te koppelen. T. Mooi zo. Totaal toelaatbaar. Even kijken, wat hebben we, jongens? Volgens mij hebben we... Oh my god, we hebben tons zoveel XP gekregen, jongens. We zijn level 5, enthousiasteling. Toelaatbaar. Nou, we hebben 882 kilometer gelegd. We hebben het in 16 uur gehaald. We hebben, even kijken, de boete voor schade, 2336 euro. Waar eigenlijk 193 XP van afgaat. Zonde, want dat had ik er best wel bij willen hebben. Oké, waar gaan we een pluspunt voor nemen? Even kijken hoor, breekbare vracht, hoge waarde vracht. Just in time levering. Even kijken, wat krijgen we als we een rank hoog gaan? Milieuvriendelijke rijden, just in time. Ik denk dat we dit gaan doen, jongens. Oké, we gaan hier een pluspuntje mee doen, just in time levering. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Het was een lange, langdradige video misschien. Maar zeker leuk om even wat anders te zien van de wereld van de mapkaart. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden, nogmaals. En vergeet niet een like te geven. En volgende keer weer te kijken naar Vrachtwagenchauffeur Vincent. Doei doei!